was een hele zorgvuldige beslissing, maar ook een hele makkelijke. We gaan over naar echt verduurzaming van alles wat mogelijk is. En op Airside is het een heel goede omgeving om het vervoer te elektrificeren. Elektrische bussen zijn natuurlijk een stuk duurzamer. En daarnaast hebben we gemerkt dat dieselbussen niet zo geschikt zijn voor ons proces. Korte ritten, lage snelheden en daar zijn dieselmotoren eigenlijk niet voor gemaakt. Ik geloof dat er nog niet zo'n order is van deze omvang voor elektrisch vervoer. En in die zin denk ik dat het kan helpen in de totale omslag naar een duurzamer vervoer in Europa.